En boeren in Saramacca hebben de afgelopen tijd schade geleden door wateroverlast. Deze boeren hebben de gelegenheid gehad om zich te registreren en een schaderapport op te maken, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding. Over de status van de compensatie aan de boeren zegt districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi, dat het schaderapport is gestuurd naar het ministerie van LVV. Wat ik van LVV verneem, want inderdaad, de boeren hebben zich geregistreerd, hun schaderapporten zijn opgemaakt en alles is opgestuurd naar het ministerie, LVV. En wat ik van LVV verneem is het volgende, dat 80% van de boeren reeds zijn vergoed. Ze hebben hun vergoeding al gehad en de rest, de lijsten zijn al opgestuurd naar het ministerie van Financiën. En het is reeds onder de aandacht gebracht van het ministerie, dus ik hoop dat dat ook heel snel zal gebeuren. Bansi zegt dat het commissariaat wel oplossingen heeft bedacht en maatregelen heeft getroffen in voorbereiding op de komende regentijd. Zo worden bijvoorbeeld kapotte pompgemalen en sluisdeuren aangepakt. Sowieso wateroverlast, dat is er. Vooral met de afgelopen regens hebben we iets meer dan de vorige jaren wateroverlast gehad, iets meer dan de afgelopen jaren. En daarvoor is er sowieso structurele aanpak nodig, welke wij al hebben opgestuurd naar desbetreffende ministeries. Daar heb ik het over openbare werken, regionale ontwikkeling en sport. En ook nog naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Verder wil ik ook aangeven, als we praten over oplossingen, wateroverlast, en vooral in tijden van regens, als men weet dat hun terreinen laag liggen, dan moet men daarvoor zorgen dat de dammen worden opgehoogd. Verder moet er ervoor gezorgd worden dat lozingen optimaal worden opgehaald, zodat het water niet blijft vastzitten en dat optimaal kan doorstromen. Dus sowieso in een heel pakket is er heel wat structureel aanpak nodig om het probleem wateroverlast aan te pakken. Bansi benadrukt dat het commissariaat haar best doet om te helpen waar nodig is, maar dat zij afhankelijk is van de beperkte financiële middelen.